De Halloween Horror Nights zijn gisteren begonnen in Utopia Heritage. Halloween Horror Nights wordt voor het eerst in Suriname georganiseerd en wel in de periode van 28 oktober tot en met 1 november. Organisator Steven Sarju zegt dat al op de eerste dag veel emoties loskwamen bij de bezoekers. Het idee om een dergelijk festival in Suriname te organiseren kwam nadat hij een soortgelijk festival in het buitenland had meegemaakt. De eerste reactie van de gemeenschap was volgens Sarju terughoudend. Echter veranderde dat naarmate het festival naderde. Nou, ik ben wel eens naar het buitenland geweest en daar was er dus ook een Halloween Horror Nights, maar dan in Universal Studios en ik heb dat gezien. En mijn gedachtegang was, niet iedereen van Suriname kan 1, 2, 3 naar het buitenland gaan. En het leek me iets leuks om voor Suriname terug te doen. Ja, een beetje terughoudend. Het was wel, via social media hebben we expres, zijn we ongeveer 2 maanden van tevoren gestart. Omdat het wat nieuws is en ja, er kwam veel bij kijken, veel uitleg. En we wouden de gemeenschap dus ook leren van wat wel mag, wat niet mag en waarom het ook niet mag. En de kaartverkoop is naarmate de datum in de buurt kwam, is het steeds meer toegenomen. En het is eigenlijk geen kaartenverkoop, het is eigenlijk voor de attracties het toegangsbewijs. En ja, dat heeft tot nu toe, neemt dat meer toe. Op de Halloween Horror Nights kan men genieten van een horrorplein waar alles te vinden is dat te maken heeft met Halloween. Sarju vertelt over de horrorhouses die met speciale effecten zijn ingericht. Als je dan verder gaat, kom je bij de horrorhouses, de spookhuizen. Daar hebben we 40 jonge Surinaamse acteurs die 2 maanden al ook in training zijn geweest, ingericht in 2 huizen. Eentje is met het thema It en de andere is met het thema de Nun van de desbetreffende films. En de houses zijn dus ook in die scène ingericht met special effects, rookbommen, CO2 guns, geluiden, lichten en ook attributen zoals ze in het buitenland gebruik hebben over laten halen. En met de acteurs erbij wordt dat dus een geheel waar je doorheen loopt en waar je dus schrik-effecten krijgt. Mensen kwamen naar buiten en waren echt laaiend enthousiast. Sommige mensen met tranen in de ogen, andere mensen naar lucht snakken. En andere mensen echt letterlijk echt bleek van de schrik. En anderen die vonden het ook heel grappig. We hebben stoere mannen naar binnen zien gaan die naar buiten zijn gekomen van, oh, dit is echt eng. Dus ja, alleen maar positieve reacties. En ja, dat was echt heel leuk om te horen. Dat was Steven Sarju, organisator van Halloween Horror Nights. Sarju hoopt dat de organisatie kan bewijzen dat dergelijke festivals ook mogelijk zijn in Suriname. De Halloween Horror Nights wordt vrijdag afgesloten met een afterparty waar de bezoekers verkleed kunnen gaan.